station? Leuk, superleuk. Wat heb je allemaal geleerd? We hebben eerst remtraining gedaan. En toen hebben we bochttraining gedaan. En dan hebben we nog springtraining gedaan. Rijvo, hoe ging de tweede dag voor jou? Goed. Wat vond je van de baan? Ik vond de baan goed, super leuk. Hij lag ook heel mooi bij. Wat hebben we vandaag allemaal gedaan? We hebben eerst vrije training gedaan. En met tijden. En daarna hebben we twee keer tijdtraining. Vond je het leuk? Ja. We zijn nu halverwege de trainingsweek en hoe ging het vandaag? Goed. Wat heb je vandaag allemaal geleerd? We hebben eerst 20 minuten vrij training gedaan. En daarna hebben we training gedaan. Twee keer met de bochten. Ja. De vierde dag zit erop. Hoe ging het en wat hebben we allemaal gedaan? Het ging goed. De baan was wel moeilijker dan gisteren. En we hebben training gedaan. Vrij training eerst 40 minuten. En dan hebben we twee keer 15 minuten wedstrijd gedaan. En gingen de wedstrijden goed? Ja, de eerste keer was ik twee keer gevallen. En toen was ik derde geworden. En de tweede keer was ik geen één keer gevallen en toen was ik tweede geworden. Ondanks de regen hebben we nog goed kunnen trainen. Hoe ging het vandaag? Goed. Wat hebben we allemaal gedaan vandaag? We hebben eerst de vrije training 20 minuten gedaan. En toen hebben we twee keer 50 minuten springtraining gedaan. Dit was de zesde en laatste dag van de trainingsweek. Hoe ging het vandaag? Goed. Wat hebben we vandaag allemaal gedaan? We hebben eerst techniektraining gedaan met de bochten. En daarna hebben we tijdtraining gedaan.
Rijvo, bedankt voor het interview. Graag gedaan.